Max Huibits, net het contract van Tijani Reinders verlengd tot de zomer van 2023. Ik zag bij jou net grote tevredenheid bij het ondertekenen. Wat stemt jou tot tevredenheid? Nou, dat we een goede speler weer wat langer hebben kunnen vastleggen. En, een speler met potentie. Een speler die heeft laten zien dat hij sinds zijn komst enorme stappen heeft gemaakt. Waarbij ook wel dit een heel belangrijk jaar gaat worden voor Tijani. Omdat hij de druk moet gaan opvoeren bij zeg maar de jongens die nu in de basis spelen. Ja, dat zei je net ook al bij het contract ondertekenen van een belangrijke volgende stap. Ja, denk ik wel. Hij heeft laten zien in de keukenkampioendivisie dat hij daar heel goed in mee kan. Dat hij daar een van de bepalende spelers is in dat elftal. Nou, dat zal hij dit jaar moeten uitbreiden. Hij zal nu iedere wedstrijd de bepalende speler moeten worden. En wat ik al zei, daarnaast moet hij de druk opvoeren bij de andere middenvelders van de A-selectie. Is toch een speler die iets meer dan een jaar geleden zijn debuut heeft gemaakt, nu tegen PEC Zwolle. Vervolgens nog tegen Alcides gespeeld en daar niet veel meer van gehoord. Wat is volgens jou de reden dat dat niet is gebeurd? Nou, wat ik net al zei, hij heeft toch niet alleen voetballend, maar ook fysiek een behoorlijke ontwikkeling door moeten maken. Nou, de achterstand die hij had ten opzichte van de jongens die er al zaten bij ons. Als je hem vergelijkt met Koopmeiners, met Til, met Mitchell, dat zijn concurrenten. Ja, dan had hij best nog wel een weg te gaan daarin. Nou, ik vind dat hij dat, wat ik net aangaf, al behoorlijk heeft gedaan. Dat heeft hij opgepakt. Tijani is een jongen die iedere dag het maximale eruit wil halen. Ja, en dat zal vroeg of laat zal dat ook gaan gebeuren. En zal hij ook die basisspeler kunnen worden bij AZ1. Daar geloven we in. Dankjewel.